De Nijmeegse schrijfster José Fernanda heeft onlangs het boek Weerstand uitgebracht. Het is het tweede boek van Fernanda. Het boek vertelt het verhaal over een jeugd met een gewelddadige vader, de liefde voor kunst en kleuren en uiteindelijk de strijd om de voogdij van haar kinderen aan verstandshuwelijk. Hoewel de schrijfster inmiddels is verhuisd naar Amsterdam, speelt Weerstand zich grotendeels in Nijmegen af. Ik heb inmiddels twee volwassen dochters. En toen ik deze boeken ging schrijven, dat is natuurlijk ook een stukje van hun geschiedenis, heb ik aan ze gevraagd wat ze daarvan vonden. Toen zeiden ze allebei dat ze heel trots op me waren, maar dat ze het niet gingen lezen. Ik ben in mijn jeugd heel erg mishandeld en op mijn 15e uit huis gegaan, maar kwam daardoor levenslang in een achterstand terecht. Als mensen dit verhaal horen, kijken ze altijd een beetje anders naar je. In de eerste plaats wilde ik een mooi boek schrijven. Ik heb het ook helemaal verlucht, omdat het een zwaar verhaal is met kleuren. Maar ik wilde het toch opschrijven, omdat dit zomaar kan gebeuren in zo'n keurig land als Nederland. Ik wilde de nadruk leggen op enorme, immense verdriet als je je kleine kindjes niet meer ziet. En ik wilde de nadruk erop leggen dat instanties vaak, in mijn geval zeker, de weg van de minste weerstand kiezen. Het belangrijkste hoofdstuk is denk ik toch wel het hoofdstuk waarin ik bij een kort geding mijn kinderen verlies. Dat is het belangrijkste hoofdstuk. Want ja, een grote verdriet kan je moeder bijna niet aandoen. Ik had mijn dochters 12 jaar nauwelijks gezien, sporadisch. Want dan moest de oudste altijd bellen dat ze ziek waren of een feestje hadden. Nou, dat ging heel moeizaam. Tot, dat is bijna een Charles Dickens verhaal. Tot de oudste die had in de krant gelezen dat de wet veranderd was. Dat ze zelf mocht kiezen op de 12e. Dus die stond toen op de 12e met de teddybeer en de schooltas bij mij op de stoep. Het contact tussen mij en mijn dochters, dat is bijna iets moois van de natuur. Ik heb ze natuurlijk hun eerste jaren gevoed en op schoot gehad. En het lijkt net of het onbeschadigd is, dat contact. Of we zo weer met elkaar verder konden. En het contact is nu heel goed, heel warm. Ik zie ze heel veel en we hebben het goed samen. Het hoofdstuk waarin ik mijn kinderen verlies, dat kan ik niet teruglezen. Kan ik bijna zelf niet teruglezen. En ook een hoofdstuk waarin ik mijn kinderen na een jaar weer zou zien en ik kreeg ze niet mee. Dat vind ik ook zo'n pijnlijk hoofdstuk. Dat kan ik zelf bijna niet teruglezen. Dat zou ik niet kunnen voorlezen. Ik kan tot op de dag van vandaag kan ik niet begrijpen waarom ik toen niet voor mijn kinderen heb mogen zorgen. Dat kan niemand mij uitleggen. Ik was niet aan de drugs, ik had intussen woonruimte, ik werkte. Dus wat is er gebeurd? En het is niet meer pijnlijk, ook omdat het heel goed afloopt. De kinderen zijn uiteindelijk bij mij komen wonen en het is goed met ze. Ze zijn goed terechtgekomen, dus een mooiere afloop kan je je niet denken. En iedereen heeft tegenslag in zijn leven en dit was blijkbaar mijn tegenslag. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.